Ik kom aan, ik heb niet eens de tijd om gewoon gedag te zeggen. Die gasten hebben gewoon meteen al... Een scooter! Een scooter! En wat... Hij is ingepakt, dus cadeautje voor Pasen. Een ingepakte scooter, of er zit er gewoon een vuilniszak omheen. Nee, hij is echt ingepakt. IGT. Lekker. Bandjes nog hard? Ja, kun je nog op rijden. Nou, kikken en rijden. Kikken en rijden. Een hele kofferbak vol met juwelen. Nee. Ik zweer het dak uit! Waar is SpongeBob? Kijk die Glendio, die heeft een paarstak. Krijg je hem eruit of is die wat zwaar? Is wat zwaar? Hij is helemaal vol. Hé, hey. Kassa! Kassa? Jackpot! Oh, dat is leuk, er zit vaak nog klein geld in. Kijk dan joh! In een tas. Helpen, maar... Zo, ga dan. Zo, even een strijd erop, hoor. Kijk die Florian, hè. Yes! Goed bezig, maat. Ja, man. En nou moet er nog wat in zitten. Ja, er zit wat in. Ik ruik het. Nou, ik ruik het niet, maar... Je ruikt het stinkt. Hij stinkt wel. Hij stinkt. Geld stinkt niet, hè? Nee, nou, dit geldt wel, denk ik, jongens. Zo, kijk dan, hé. Er zit gewoon de hele lade, alles. Dit is wel lijp, hoor. Ja. Zit er niet eens een bonnetje in? Even vroeten. Ja. Ik zie nog wel wat drijven. Ja. Ja, er zit gewoon 100% dat er nog een kassabonnetje in zit. Wat vind je hier doen, jongens? Ja. Nou, daar sta ik dan met mijn opgestelde camera. Gaat die gelijk weg? De emmer die helemaal zwart is straks. Moet ik in de auto? Wie neemt er nou een witte emmer mee? Ja, ik heb geen andere kleur. Mag wel wat sneller, hoor. Ja, ja, ik hoorde het, sleutels! Zo zijn ze binnengekomen. Ik kan niet missen. Nou, op zich is dit wel een goede plek. IJsink afrekensysteem. IJsink afrekensysteem. Oh, die werken niet met bonnetjes. Vandaar dat er geen bonnetje in zat. Kon die niet dunner? Heel goed, man. Hey, kijk hoe groot die is, hè? Ja? 6 euro. Ja, dat kost niks. Dat is niks, man. Nee, joh. Kijk hier. Die van Florian is kleiner. Zo kan dat. 6 euro's. Kijken ze naar de behoefte van de persoon. Waar ga je nog vinden voor 6 euro? Je moet niet de hele tijd dichterbij stappen, want ik zit... Stel je voor, je hebt de brandweer nodig. Ja. Wat moet je bellen dan? 112. 112? Heel goed. En hoe doe je dat? Met de telefoon. Met de telefoon. En ik heb ze allebei bij elkaar gevonden. Je hebt het weggegooid. Wie wil hem hebben? Ik. Ik hoor net dat deze video mede mogelijk gemaakt is door MSC Gaming PC's. Ja, hier zo ligt hij. Gaming PC. Ja, maar mijn PC. Goed, man. Kijk. Wie van jullie weet wat dit is? Trader. Nee, dat is een soort van magneet. Nee, dat kan je mensen volgen. Weet je van wie die is? En waarom zou je iemand volgen? Weet je van wie die is? Is het voor je eigen auto dat die gestolen wordt, of is het voor iemand die je graag zou willen volgen? Iemand die je graag zou willen volgen. Je kan ze voor allebei gebruiken. Je kan ze voor allebei gebruiken, maar waar denk je dat deze voor gebruikt is? Iemand om te volgen. Want hij ligt niet voor niets in de sloot, hè? Ja. Je weet wat er eraan gebeurt, hè, als ze hem hebben. Hey? Als ze hem hebben. Rakaka! Dus, ligt de gun hier ook? Nee, ja, denk ik het wel. Nee? Nee. Ja? Die staat sowieso meegenomen. Nee joh, die gooi je toch weg als je hem gebruikt hebt? Glenn, kom op. Nee, die lag hij doet het wel. Die lag daar. Heb jij gewoon erin gekiept? Hij doet het wel. Jawel. Hij doet het wel. Pomp of verzappen. Kom op, Glenn, je kent het. Ik wil niet stoken, maar je moet het even doen. Ja, dat heb ik. Kijk eens, prachtig versierd mes. Ik denk niet dat het echt heel gevaarlijk is. Ik denk echt dat dit van een visser is die een broodje gesmeerd heeft langs de kant van de sloot. Maar het is wel een mes.
Ik zeg net tegen Jan, er moet hier toch wel iets van een wapen leggen. Er moet toch iets leggen. Minuut geleden zijn we nog tegen elkaar. Dat we hier nog geen wapen gevonden hebben, ja, het ligt er wel. Nog geen minuut. Nou, het is in ieder geval een magazijn. Ik weet niet van wat het is. Een magazijn? Ik heb geen idee van wat het is. Weet jullie het? Ik zei het! Ik zei het! Je moet in dat hoekje gooien. Ja, ja. Ja, jongens, de haan staat nog naar achteren, dus een beetje... Jongens, kom. Ik daar net voor je, hè? Hey, ik heb hem. Lekker, man. Oh, oh, oh. Nou, nou zit alles compleet eraan. Kijk, dan, jongens. Hé, hey, hoe slecht nieuws van jullie, jongens? Wat, hè? Het is een balletje, hè? Dit is geen balletjes. Nee, het is gewoon een alarm. Nee. Het is geen pak. Het is geen pak, zegt hij, denk ik? Het is geen pak. Helemaal lijf. Hij staat nog gespannen, hè? Ja. Jouw kant op. Ja. Ik kan het hebben. Iedereen weet de procedure wel. Je gaat de politie bellen en dan doe je hem in een emmertje met water. En in het emmertje met water doe je de pistool. Of het pistool. Het is een Browning Mod GP... DA9. Dit is echt een baas. Hij is de telefoon ging. Dit is aan de police. Woep, woep. Nou. Politie komt eraan. Tenminste, deze politie is er nu. Maar die wacht op wapenexpert. En die gaan hem dan veiligstellen en meenemen. Dan gaat hij naar forensisch onderzoek. En wat daaruit komt, dat krijg je natuurlijk nooit te horen. Nee, dat is rechts. Wil je wel dat kijken of ik hem kan ontladen en dan alles gewoon erin leggen? Als het kan, dan het. Als het niet kan, ook niet al te moeilijk. Nee, zeker niet. Nee, dat gaat niet lukken zo. Zit nu vast. Ja, die gaat niet naar beneden. Stop hem er maar in, ik doe het bureau wel. Er zit geen patronenhouder in. Prima. Yes, kom maar. Ja. Glenn. Had je een cadeautje voor Glenn? Ja, kijk eens. Een echte Amsterdamse kijkpijn. Oh, wat goed. Goed, hè? Hey, we zijn wel lekker bezig, hè? We hebben nou ook kluizen gevonden. Ja. We hebben GPS-trekkers gevonden. Glennie-tellies gevonden. Ook. Een pistool gevonden. Ja. En een crackpijp. We zijn toch niet helemaal voor niks gekomen? Nee, zeker niet. Een gekke Shankie. Hoppatee. Hey jongens, dit was het weer voor vandaag. Stop ermee.